Niet. Wat is er gebeurd in Aakman? Nou ja, en dat was het treintje. Dat was het. Nou, zijn we klaar voor? Ja! Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog op het kanaal van Nekmans. Vandaag gaan we naar Walibi toe. Vandaag openen de poorten ook voor het eerst. Dit wordt de openingsdag van seizoen 2023 alweer. Ja, we moeten nog heel even wachten en we hadden een missie. Die missie is volbracht. We wouden graag als eerste bezoeker hier zijn. En dat is gelukt. Martijn, jij bent als tweede, hè? Hallo! Dus hier is er gezellig ook weer bij. Ook hebben ze een nieuw thema gedeelte. Speedzone of Road heet dat. En dat is bij de Enterprise in de buurt. Op een plek van de oude kwartbaan. Dus daar gaan we ook even een kijkje nemen. En er is een nieuwe coaching credit. Dus we moeten even die achtbaan doen. Voor de achtbaan bingo van Walibi behouden. Nou, zijn we klaar voor? Ja! Yeah. Yeah. Wat is er? Ja, heel goed. Heel goed gedaan. Ze draaien de verkeerde kant op. Het ruikt een beetje verbrand op. Ja, kopje in één keer naar beneden geflikkerd. Belangrijk is. Ja, zo, ik heb Bas even mogen zien. Perfect, welkom! Yes. Dank u! En nu hebben we het nieuwe thema gedeeld. Zometeen een persopening. En daarna gaat hij ook voor andere bezoekers open. Ze hebben onder andere, net als in Duinrel, fonteinen die aan gaan staan. Een zootje vormen. Dan moet je zo ontwijken. Of er doorheen rennen als het 30 graden is of zo. Dan hebben ze twee nieuwe attracties. Magic Bikes, zoals we die kennen in Lagaren en een nieuwe achtbaan. Iets meer dus, dat is de nieuwste achtbaan van Walibi. Klein familiecoastertje. Straks maar even uitproberen als hij open is. En terug van weg geweest, de Walibi Express. Ja, die heeft heel lang buiten gebruik gestaan. Nu is hij dus gerepareerd. Wel met een beetje vertraging, maar hij rijdt weer. Nou ja, en dat was het treintje. Daar hebben we Speed of Sound. Alleen de fontein is er nog in winterslaap. Want hij praat nog niet. En er zit nagenoeg geen water in.
Dus we laten hem even lekker met rust. Walibi de bouwvakker. Net werden we opengeslagen, omdat we met de testrit aan de gang waren. Dan zijn we maar even naar een andere station gespind. En hier stopt hij wel netjes. Misschien wel een leuk detail om te vertellen. Ze hebben het spoor verlegd omdat er nog gravity kwam. Ja, als je heel goed oplet, kan je het oude spoor ook nog wel zien. Namelijk hier. En hier heb je ook ergens een stationnetje gehad. Alleen, dat kan je niet zo goed meer zien. Wat is er gebeurd in Aakman? Ik weet niet, zeg het tegen mijn telefoon. Oh jee. Waar komen ze nou hier naartoe? Dat weet ik ook niet. We hebben ook een gratis skateje kunnen halen en ze hebben een nieuwe horeca hier. Ja, sommigen hebben Fanta gozen en hier heb je Fessie gozen. Dat is gewoon voor Fessie eigenlijk. Bedankt voor. Walibi, de bouwvakker weer. Spiesom op rood is een rookvrij gebied. Dat mag niet gerookt worden. Dat was de openingsdag van Walibi alweer. Ja, we hebben gewoon even genoten, even dingen zonder camera meegemaakt. En hier en daar een beetje gevlogd. Het wordt niet de langste vlog die online is gekomen. Maar ja, het is ook een keertje wel leuk om te kijken. Een wat kortere vlog. Ja. De nieuwste thema gedeelte is vandaag spetterend geopend. Wat zijn nieuwste leven van families. Over 2 jaar krijgen we een nieuwe single rail coaster, 2 stuks.
Eentje voor wat grotere publiek en eentje meer voor families gericht. Dus ja, kom zeker naar Walibi toe dit seizoen. Want dan kan je het meemaken. Vond jij dit een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Laat even een leuke commentaar achter in de reacties. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer dan even op mijn kanaal. Dan zou ik zeggen vanuit Walibi Holland, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.